Ik heb ervoor gekozen om vandaag iets te vertellen over tijd. Kinderen en tijd. Tijdsbeleving van kinderen, maar ook het belang dat kinderen hechten aan tijd. Want als je in het boek leest, als je doorheen het boek bladert, dan merk je dat er, vind ik, een soort verlangen van kinderen insteekt. Doorheen en achter de dromen zit een verlangen om aanwezig te zijn in de tijd. En ik wil daar heel graag deze namiddag iets dieper op ingaan. Nog niet zo lang geleden heeft het comité een soort algemene aanbeveling geschreven rond dat recht op vrije tijd, recht op rust, recht op spel, sport en recreatie. En een eerste bekommernis van het comité is, als het vandaag over sport en spel voor kinderen gaat, dat wij eigenlijk geneigd zijn om het spel van kinderen op een heel functionele manier te benaderen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, je ziet dat we op het moment dat het gaat over tijd, vrije tijd voor kinderen, dat wij als volwassenen geneigd zijn om daar keer op keer onze toets, onze touch aan te geven. We zijn bekommerd, wij hebben ook onze dromen, zeker als het over onze kinderen gaat. En we zijn nogal snel geneigd om op het moment dat het over hun tijd, over hun ruimte gaat, om die zelf te gaan invullen. En ik heb vind ik zelf een mooi voorbeeldje gevonden. Een jongetje van in de lagere school die een oefening moet maken in de klas. Hey. Tony practices the piano 20 minutes every day. En dan moet hij daar het effect, het gevolg, de impact van geven. En de jongen schrijft, he is a big nerd. Je ziet onmiddellijk hoe wij bijvoorbeeld, als het gaat over muziekbeoefening van kinderen, dat we onmiddellijk denken van dit wordt hier onze nieuwe sterartiest. En je ziet hoe kinderen daar op een heel relativerende manier op reageren. He's a big nerd. Ook in het boek vind je daar eigenlijk knappe voorbeelden van. Een van de citaten, of een van de antwoorden op de checklist die een jongen of een meisje, ik weet het niet, gaf, was lachen, gewoon heel erg veel lachen. Ik vind dat zeer ontnuchterend. Daarin zit heel veel niet moeten, maar gewoon kunnen, gewoon mogen. Ik vond dat een heel knap citaat dat heel sterk die functionele benadering van het spel van kinderen, van tijd en ruimte van kinderen illustreert. Heel kort, want ik zou daar heel lang kunnen over vertellen, maar het is belangrijk om ons bewust te zijn van op het moment dat we over kinderen spreken, dat we op het moment dat we met kinderen handelen, dat we snel geneigd zijn om dat in functie van de ontwikkeling van kinderen te zien. Ontwikkeling, dat lijkt zowat ons leidende concept, ons leidende gedachte als we het over kinderen hebben. Je ziet dat bijvoorbeeld ook als het gaat over kunst en cultuur. We zijn hier in het prachtige paleis. Mensen denken soms, het is belangrijk om met de kinderen naar het jeugdtheater te gaan, want het is goed voor hun ontwikkeling. En dat zal uiteraard een impact hebben op hun ontwikkeling, maar naar het jeugdtheater gaan is wel veel meer dan dat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Daar spelen zoveel andere elementen dan puur het groeien. En ik denk dat het belangrijk is om op het moment dat we dit soort activiteiten voor kinderen ontplooien, om eens af en toe een stap achteruit te zetten en niet per se alles in functie van die ontwikkeling, positieve, stimulerende ontwikkeling van kinderen te gaan definiëren. Tweede bekommernis van het comité is de moeilijke verhouding tussen kinderen en de publieke ruimte. En dat is natuurlijk een die heel regelmatig opduikt en die ook in de pers bijvoorbeeld gemakkelijk aandacht gaat krijgen. Het gaat over het zien van kinderen in termen van overlast, het spreken over kinderen in termen van overlast. Interessant ook aan heel de discussie over waar spelen kinderen en waar mogen ze spelen, waar mogen ze niet spelen, is het feit dat daar heel snel een soort morele paniek rond ontstaat. We hebben vandaag soms het gevoel van kinderen spelen helemaal niet meer buiten bijvoorbeeld. Of kinderen die spelen niet langer in de natuur. Nu, als je kijkt naar de verschillende dromen van de kinderen in het boek, dan zie je net heel veel van die zaken terugkomen. De droom om een grote boomhut te bouwen en daarin te spelen, de droom om op vakantie te gaan, de droom om ver weg te trekken, zijn net allemaal elementen die aantonen hoe kinderen echt wel niet alleen binnen hun technologische paradijzen hun tijd doorbrengen, maar keer ook heel graag staan te springen om naar buiten te gaan. Als je kijkt naar onderzoek dat fenomeen doorheen de tijd in kaart probeert te brengen. Je ziet daar onderzoek met enerzijds cijfergegevens van 1989 en anderzijds veel meer recent materiaal van 2008, dan zie je dat we ons eigenlijk misschien niet zozeer zorgen moeten maken. En dat kinderen er echt wel in slagen om bijvoorbeeld, en het zijn zelfs hogere cijfers dan in 89, echt wel nog in een speeltuin, op straat, in parken, op pleinen te gaan spelen. Alleen de bossen en de weides die zijn een beetje aan het verdwijnen. Dus laat ons vooral niet te snel in een soort paniek schieten als het over de plek gaat van kinderen binnen die buitenruimte. En laat ons, in plaats van dat we ons gevoel soms hebben van dit loopt niet goed, toch ook af en toe op cijfermateriaal betrouwen. Een derde bekommernis van het VN-comité heeft betrekking op de relatie tussen de school en de tijd van kinderen. En je ziet dit, vind ik, toch ook wel echt als een pijnpunt doorheen het boek terugkomen. Ik geef gewoon twee voorbeelden. Elk leerjaar uitdoen zonder te blijven zitten. Ik zit nu in het tweede leerjaar liever, dus nog 4 jaar te gaan. Dit klinkt zo niet echt bemoedigend, vind ik, uit de mond van een 8-jarige. En dan was er een tweede. Slim worden. Ik droom om slim te worden, want dat ben ik niet. Je merkt dat er een grote bezorgdheid is bij kinderen over hun relatie tot de school. Je merkt eigenlijk op heel wat momenten dat kinderen zich zorgen maken over het feit dat ze er niet in gaan slagen om die schoolloopbaan tot een goed eind te brengen. Ik vind dat wel belangrijk om ons daarvan bewust te zijn. Als je bijvoorbeeld ziet, de Vlaamse scholierenkoepel heeft nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de impact die huiswerk heeft op kinderen. Kinderen zitten al heel veel en heel lang op school. En op het moment dat ze dan thuiskomen, moeten ze vaak ook nog eens huiswerk gaan maken. Ook dat legt alweer een claim op hun tijd. Wij zijn met het Kinderrechtencommissariaat daarmee aan de slag gegaan, samen met verschillende andere organisaties. En we hebben een charter opgemaakt naar aanleiding van het artikel 31 uit het Kinderrechtenverdrag, en hebben ook aan scholen gevraagd om dat charter te ondertekenen. En je ziet daar een aantal zaken terugkomen die heel sterk proberen een antwoord geven, al zit het vaak ook een beetje in de ludieke sfeer, een antwoord proberen geven op die vaststelling van de school legt wel een zeer grote claim op het leven van kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer speeltijd, het gaat over, wat ik daarnet zei, een soort huiswerkbeleid, maar het gaat evenzeer over het feit dat op het moment dat je kinderen straft in de klas of op school, dat je dat bijvoorbeeld niet doet door hen tijdens de speeltijd binnen te laten zitten. Of op het moment dat je kinderen die wat extra bijles nodig hebben, dat je dat organiseert tijdens de speeltijd of over de middag. Net het moment waarop eigenlijk de meeste kinderen ervan genieten om eventjes datgene te kunnen doen en dat ze niet dat ze iets anders kunnen doen dan wat ze moeten doen. Laatste bekommernis van het VN-comité, dat is te veel kinderen vallen uit de boot. Je ziet dat vandaag op verschillende terreinen opduiken. Denk maar aan de voorbije zomer, waar we vaststelden dat speelpleinen, de toegangsticket tot het speelplein, dat gemiddeld 25% duurder is geworden. Heeft een grote impact op families. Maar het gaat niet alleen over armoede. Het gaat ook over bijvoorbeeld, en dat is een ander voorbeeldje, die kinderen met een bepaalde beperking of met een bepaalde handicap. Waar wij deze zomer de vraag kregen van een burgemeester die zei, kijk, er zijn een aantal leden van mijn gemeenteraad die a priori kinderen met een karakterstoornis eigenlijk van het speelplein willen weren. Dat is natuurlijk een bijzonder moeilijke en een bijzonder complexe, want enerzijds zie je dat we geneigd zijn om kinderen allerlei labels te gaan toekennen en eigenlijk het gedrag van kinderen sneller en vaker te gaan problematiseren. Maar tegelijkertijd gaan we dan wel die kinderen ook nog eens van alles gaan uitsluiten. Dus op het moment dat we labels toekennen, moeten we ons toch goed bewust zijn van het feit dat labels niet alleen insluiten, want ik ben absoluut niet tegen labels, maar ik ben wel voor een zeer genuanceerde benadering van labels. En binnen die genuanceerde benadering betekent dit dat we ook aandacht moeten hebben voor die momenten waarop een label dat we aan kinderen geven eigenlijk een uitsluiting in zich draagt. En het is een steeds groter wordende groep, dus ik denk dat de roep en bijna de smeekbede om daar meer aandacht voor te hebben echt wel terecht is. Tegelijkertijd blijft armoede, financiële armoede, een heel teer punt. Het klopt inderdaad dat vandaag in België bijna 1 op 5 van de kinderen en jongeren in armoede leeft. In Vlaanderen is dat ongeveer 12%. Als je kijkt naar de kinderen met een migratieachtergrond, dan zie je dat die cijfers nog veel hoger liggen. En dan gaan we in steden als Gent en Antwerpen naar 25, 30, soms zelfs 35%. We zien het vaak niet, maar het is toch wel zeer belangrijk om ons daarvan bewust te zijn. En vandaar dat ik ook nog een aantal quotes van kinderen specifiek met betrekking tot dit thema mee wou geven. Ik denk dat het heel belangrijk is, en je ziet dat ook doorheen het boek, dat we enerzijds kinderen ankertijd geven. En dat is de tijd waarvan wij zeggen, kijk, kinderen vinden een zeker houvast, een zekere structuur in datgene wat we hen als samenleving aanbieden. En kinderen ervaren daar ook een zekere samenhang in hun dagverloop en ze vinden dat ook wel belangrijk. Tegelijkertijd is het zo belangrijk om ook kinderen de kans te geven om zelf hun tijd te verbeelden. Om eigenlijk kinderen tijd te geven die ze zelf kunnen invullen. Die niet op voorhand vast ligt, maar die ze zelf een bestemming kunnen geven. En dan zie je bijvoorbeeld, als je dat doet, dat kinderen aandacht vragen voor socialiteit. Dat is een beetje een simpel woordspelletje, maar je ziet dat kinderen eigenlijk op het moment dat je hen tijd gaat geven die ze zelf mogen bestemmen, die zeer sterk sociaal gaan invullen. En onmiddellijk, en dan zit je natuurlijk met dat verbinden, gaan proberen om hun tijd te gaan verbinden met die mensen die zij belangrijk vinden. Tot slot, 2 voorbeelden vind ik die heel mooi dat onbestemde van de tijd weergeven. Ik wil eens een dagje voor een luipaard zorgen. Een dagje. Maar hier, gewoon al dat een kind zegt, geef mij gewoon een dagje om voor een luipaard te zorgen. En één die misschien zeer simpel en eenvoudig oogt, maar vind ik waar zoveel moois in steekt, weet ik nog niet. Geef kinderen dus de tijd om, ook al weten ze niet onmiddellijk het antwoord op hun droom, om dan even na te denken en even de tijd en de ruimte te geven om te kijken van, wat kan ik hier met mijn tijd gaan doen? Ook al weet je het de eerste 5, 10, 15 minuten of de eerste jaren van je leven zelfs niet. Een quote die niet uit het boek komt, maar uit een ander boek, is volwassenen zijn tijdvreters. Volwassenen zijn tijdvreters heeft te maken met het feit dat kinderen zich vandaag... dat kinderen niet staan te springen voor wat wij quality time noemen. Ik denk dat dat zeer herkenbaar is, dat wij op zondagmiddag, op het moment dat we niet hoeven te werken en eindelijk eens onze computer langs de kant kunnen schuiven, zijn. En nu is het quality time voor ons gezin samen met de kids. Afschuwelijk. Kinderen zeggen, quality time, daar staan wij absoluut niet voor te springen. Quality time, dat zegt ons eigenlijk bijzonder weinig. Want dat is eigenlijk alweer tijd die vooraf door onze ouders is ingevuld. Want onze ouders zeggen, op zondagmiddag is het quality time voor het gezin met de kids. Kinderen zeggen, niet dat dat altijd saai en vervelend is, maar waar wij echt naar vragen is, geef ons tijd om zelf onze tijd te kunnen invullen. En ik wil eindigen met een citaat uit een onderzoek dat een aanzet geeft om daar verder over na te denken. Het is uit een onderzoeksrapport van 2011, waar een toch wel behoorlijk strenge kritiek wordt geformuleerd op wat men de versteende pedagogiek noemt. Een pedagogiek die eigenlijk heel sterk uitgaat van zijn eigen gedacht en dan kinderen vraagt om in dat gedacht mee te gaan. Nee, heel duidelijk citaat, we moeten starten waar kinderen en jongeren zijn, niet waar wij willen dat ze uitkomen. Dank u wel.